zien jullie. Wow. Oh my god. Hey Jana. Hallo. Hoe gaat het? Goed. Ja, wordt het mooi denk je? Ik denk dat het super cool wordt met al die perfecties daar. Fitlala en allemaal appels en bananen. Ja. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van Kinderen voor Kinderen. Mijn naam is Bram, ik ben de vlogger van Kinderen voor Kinderen en ik sta hier vandaag naast Jerai, Sander en Rowenali. Hey Sander, volgens mij gaat er iets heel spannends gebeuren vandaag, hè? Ja, we gaan vandaag de clip opnemen van het Koningsvelen nummer. Hoe heet het liedje? Fitlala. Is het een beetje een lekker nummer? Ja. En heb je het koud? Ja. Gaan we snel naar binnen. Nou, het is Fitlalaatje koud en vandaar lekker dik aangekleed, maar de Fitlala is echt een plek, een buitenplek, waar je met z'n allen buiten je fit kan maken. Dus zeg maar een nieuwe hangplek voor kinderen, maar dan niet om te hangen, maar dan om gezellig met elkaar te praten en te dansen en te zingen en te swingen. Ik heb het niet koud. Nee, en juist niet. Nee joh. We gaan nu het eerste compleet filmen. Wat heb je om voor harnas? Steadicam harnas. Waarvoor is dat? Ja, om de camera te houden. Okay. Je moet wel iets kunnen dragen natuurlijk. Is het zwaar? Nou, eind van de dag denk ik wel. De allereerste scène, Bram. Spannend. Hoe vind je de set? Heel vet. Heel mooi, een beetje oldschool hiphop clip krijg ik. Dat wordt het wel. Ja. Wat wordt gestart? 4, 3, 2, 1. Die geven we dus aan dat we nu bij het hek gaan filmen. We zitten in take 5, shot 11. Hoe ging het? Goed. Ja. Ik en Mick wel gaan zo dit doen zo. En dan moet ik ook nog heel snel naar Jared, want dan gaan we weer naar 5 gingen. Ja, en wij moeten raden! We hebben net het eerste completje gefilmd van Ayana. En dan moest je een beetje huppelen, springen, antwoord geven op Ayana. En dat gaan we net opnemen. Oké, okay. En we gaan weer door. Ja, ik ga gravity spuiten op mijn tong. Nee. We zijn nu aan het oefenen voor een stukje met handen omhoog en dan zijn we nu aan het cleanen. Cleanen is dat je alles goed strak moet doen. Ja. Ziet er vet uit. Zeker. Ik ben van de street. Is het eigenlijk jouw eerste videoclip? Ja, het is mijn eerste videoclip. En hoe bevalt het tot nu toe? Het is wel heel leuk, maar ook wel zwaar. Moet veel wachten, hè? Ja. Ja. Heel leuk. Maar ik moet helemaal... Maar heb je echt op de camera gespoten? Nee, ik heb eigenlijk op een glas gespoten. Oh, dat is slim. Maar het lijkt op de camera. Lekker warm, ja. Ja, nu wel. Ik heb ook lekkere zakjes. Die zijn heel warm en dan kan ik in knijpen. Oh, handig. Ja. De eerste scène staat erop, want het is nu tijd voor de tweede. En die filmen we op de trap. Ze beginnen. Mag ik even denken? Ja, en dan uit. Hoe vind je het om op de trap te dansen? Best lastig, maar wel leuk. En hoe zorg je dat je er niet afvalt? Niet op het randje dansen. Ah. Hey! Hallo! Hey. Hey. Bob, ja? Ja.
die dansen van Fiddlala, ja. Die bestaat uit 3 levels, heb ik begrepen. Ja, level 1, dat is Fiddlala, deze. Mm-hmm. Dat is Fiddlala. Dan heb je level 2, dat is van links naar rechts. En dan kan je, als je dat kan, dan kan je naar het derde stukje gaan. Dat is het derde stukje. En het is met je been heen en weer. Dus dat is wat lastiger. Het is voor iedereen en iedereen kan meedoen. Op de trap gaan dansen. Ben je er nog bijna afgevallen? Nee. Oh, gelukkig. Lunchen. Er zijn 4 kunstenaars, 3 dagen mee bezig geweest om het allemaal te tekenen. Maar er staat nu een gigantisch groot Fiddlala logo met een koningsbeeldkroontje erboven. Ja, dat is echt heel vet geworden. Super leuk dat ze dat speciaal voor ons hebben gedaan. Ja, cool hè? Ja. We mogen heel misschien dat de containers dansen, maar dat weten we nog niet zeker. Het speelt hoog. Ja, het is, het is wel een beetje spannend. Maar dat kunnen wij wel. Ik denk het is het risico dat je kunnen we wel. Wij vrouwen. Sterk. Je kan ook gewoon zeggen van, oh nee, ik durf echt niet hoor. Wow. Dat zou ik zeggen. De volgende scène is hier achter mij tussen de containers, die speciaal voor ons door graffiti artiesten zijn bespoten. Is het hoog, Simon? Precies. Beetje. Geen hoogtevrees? Nee. Oh, chill. Nee, kijk, het is vooral als je naar beneden kijkt. Ja, dat is heel eng, maar ja. Ik heb het koud. Ik heb heel kleine schoenen. Het is mijn eerste keer en ik vind het wel heel spannend. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Is deze anders dan bijvoorbeeld Okido? Ja, want hier heb je allemaal graffiti en Okido was een beetje netjes en zo. Ja, hè? Was op een paleis. Ja. Ja. Hier mag je echt lekker loshangen. Ja. Ja. Groot windje, maar het is niet koud. Ze laat gewoon een hele dikke scheet. Hoe gaat het met de clip? Goed. Ja, wordt het mooi, denk je? Ja, we zijn een stukje aan het filmen met Doe de Shuffle. De Shuffle? Ja. Hoe gaat die? Gaat ze. Als mensen die thuis ook willen doen, heb je dan nog een tip? Niet na te veel nadenken, gewoon doen. Oh ja. Achter, voor. Nou, er is zo'n lift of zo. En daar gaat de cameraman en dan zie je dat het zo omhoog gaat. Dus dan zie je van bovenaf. Dat zijn ze echt super raar. Jij zit gewoon iemand te interviewen. Komt de hele groep eruit. Ik denk dat het wel goed gaat. En ik heb het eigenlijk niet koud. Waarom staat er EA op je shirt? Oh nee. Oh. Yeah. Het is tijd voor het laatste shot waarbij de kinderen wegrennen en de cameraman rent er keihard achteraan. Hey Femke, heb je nog een mop? Jawel. Vertel. Het is groen en het weegt niet veel. Ik weet niet. Licht groen. Ja hoor. Fiddlala is een plek die kinderen zelf kunnen creëren. En de kinderen van Kinderen voor Kinderen hebben hun eigen plek hier in Amsterdam gecreëerd. We hebben al containers gezien, we hebben trappen gezien waar ze allemaal hun eigen speelplek kunnen creëren. En waar ze zo uiteindelijk de Fiddlala dansen. 50 graden! Super heet hier! Heel heet! Echt zo heet! We gaan nu beginnen hier bij de dromenvanger. Dit heet een dromenvanger. En we gaan nu beginnen met de Close on Davy. Die zingt hier, super swingen doe je mee. Yeah! Zoiets. Wat is super swingen. Yeah. Super swingen doe je, super swingen doe je het, super swingen doe je. Yeah. Yeah. Moeilijk stukje. Yeah.
Net stonden we al te dansen op de trap en nu staan ze op een olievat. Ik ben benieuwd of dat goed gaat. Hoe is het om te dansen op een olievat? Ja, het is best wel leuk. Maar alleen je hebt het gevoel alsof je er doorheen gaat zakken. En op de hoge wiebel daar een beetje. Dus dan is het heel erg eng om daar op te dansen. Olifant? Okay. Zou je nou dansen op een olifant? Is het toch een olievat? Nee, het is een ton. Het is wel een cool gezicht. Oh, ik dacht dat zei olifant. Ja, ja, verstand ik ook. Het is tijd voor het laatste shot van de dag en dat doen we gelukkig hier binnen. Wat is jullie favoriete liedje van de Koningsspelen? Laat het in de reacties weten. Katja! Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Doei! Doei.